starten maar. Ho, 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 leg je kerstballen opzij. Vraag je moeder om lekker warme chocolademelk en schrijf naar de puntje voor je warme stoel. Vandaag bij Zes voor Voetbal een speciale kerstaflevering met onder andere Mico Nelom en Kelvin Leerdam. Konijnen krallen bij Utrecht en de camper staat bij PSV. Kijk het dus. Ja, hij staat erop. Ik heb het koud beginnen. Ja, ho, ho, beginnen! Hey. We hebben deze derby eigenlijk al eerder gespeeld. Kijk maar. Vandaar dat we voor een bowlingbaan staan hier en ik sta hier met twee topspelers. Ik ben Mico Nelom, ik ben 20 jaar en ik speel voor Excelsior. Ik ben Kelvin Leerdam, 20 jaar en ik speel bij Feyenoord. Jullie zijn ook een beetje familie van elkaar, toch? Ja, ja, klopt. Ergens in de verte. Wie is de oudste? Dat ben ik. Dat ben jij? Ja. Jij bent de oudste. Oké. Okay. Ben jij ook de beste gelijk? Nee. Nee, denk je niet? Nee. Toen je het aankwam, zei je dat je heel erg goed was. Nee, ik zei, ga het moeilijk maken. Ik heb een tijdje niet gedaan, dus ik ben benieuwd. En hoe lang is een tijdje niet? Een week? Een week, heb ik een week niet gedaan. Nou, hier, dat bedoel ik. Zelfs. Ik ga voor Feyenoord. Nou, dat wordt een hele strijd. Kom, ga naar binnen. En dan moet je nog een speciale bal meenemen, dat je zegt, dat is mijn bal. Mag je even welke bal? De druk is te groot. De druk is te groot. Na beroerde start komt Feyenoord los en neemt de lijn. Nog niks aan af. Ja, nu is het natuurlijk niet aan af. Nu is het een probleem. Excelsior houdt het hoofd koel en loopt in op het haperend Feyenoord. Dat meer met woord dan daden de tegenstander probeert te intimideren. Dat hij die rails nodig heeft, wat die kleintjes daar gebruiken. Hij denkt dat jij die rails nodig hebt. Nee, toch? Excelsior komt terug, kijk eens. Daar waar Excelsior de stijgende lijn doortrekt, zakt Feyenoord steeds verder in. Wij kunnen duidelijk zijn, als het hier aan de baan zou liggen, dan wint Excelsior vanavond van